Oké, dames en heren, goedenavond en welkom bij de nabespreking van de wedstrijd Waalsland-Beveren Sporting Anderlecht. De wedstrijd geëindigd op 1-2 in het voordeel van de bezoekers uit Anderlecht. En traditiegetrouw begin ik met de bezoekende coach, Hein van Azenbroek. Goedenavond, welkom op de Freetiel en ja, felicitaties met de overwinning. Jouw mening, alsjeblieft, over deze wedstrijd. Ja, voor ons een belangrijke match, hè. Zoals iedere week, zou ik zeggen. We hebben de laatste weken wat punten weggegooid. En we moesten er alles aan doen om hier te proberen te winnen. Wat in het C niet evident is, want Beveren is toch een gedegen tegenstander die al heel veel goede resultaten heeft gehaald tegen grote ploegen. Met gevaarlijke offensieve jongens, snelle jongens ook. Maar ik denk dat we heel de eerste helft eigenlijk bijna full controle gehad hebben. We hebben gekozen voor meer voetballers. En de bal ging heel goed rond, er was heel veel beweging in de ploeg. We vonden altijd een vrije man. Natuurlijk al geholpen door een vroeg doelpunt. Maar ik denk dat we daar niet zijn achteruit gekropen. We zijn blijven voetballen. We zijn blijven proberen te zoeken naar de openingen. Eventueel een tweede doelpunt. Dat is er niet van gekomen. We hebben daar eigenlijk heel lang moeten op wachten. Misschien iets te lang. Dat we misschien bij momenten beter kunnen doen. Er waren momenten waar we het beter hadden kunnen uitspelen. Maar waar we een beetje overzicht misten. Maar oké, finaal tweede helft, denk ik, geven we dan iets te veel vrije trappen weg, rondom 16 meter, waardoor dat Beveren dan met een hoop grote jongens natuurlijk in de box komt. En je weet dat iedere van die fasen gevaarlijk kan zijn, dus dan krijgen zij inderdaad een aantal kopkansen die ze misschien ja, van te ver moeten zetten. Dat doen we dan misschien wel goed, maar dat was een minpuntje in de tweede helft. Voor de rest hebben we wel nog vaak de bal in de ploeg kunnen houden, maar iets te weinig gevaarlijk geweest in de tweede helft. En dan komt die rode kaart voor ons. Ja, hij zegt dat, de scheidsrechter zegt dat hij op de voet stond van de speler. Ik denk dat er totaal geen intentie was om daar de speler te gaan blesseren. Maar oké, de beslissing is gevallen, tweede geel. En dan val je met 10, dan moet je een beetje gaan herstructureren. Maar ik denk dat we in die periode bijna geen enkele kans weggeven. En dat we zelf nog kunnen uitbreken op een bepaald moment. Met een fantastische inspanning van Sambi, van Di Matta en van Tribel, die alle drie een geweldige inspanning leveren om zo snel mogelijk aan de overkant te geraken. En dan moet je het eigenlijk uitspelen, zeker omdat zij dan ook een rode kaart krijgen. Dan val je terug 10 tegen 10, dan mag je nooit meer een goal pakken en zeker al niet op die manier. Hè. Voorzet laag, die dan mag passeren en dan ga je die zelf een eigen doel verwerken. Ja. Het is... Er zijn veel positieve dingen vandaag, maar dat blijft toch nog altijd iets dat ons blijft achtervolgen. Hè. Dus weer niet de nul gehouden. Dat zijn toch zaken die we toch beter moeten blijven doen. Tot eigenlijk de wedstrijd afgefloten wordt, mag je niet zo nonchalant gaan verdedigen en daar eigenlijk nog een doelpunt pakken. Ja, je hebt de afgelopen dagen gezegd van ja, ik ga mijn spelers niet in bescherming nemen. Bepaalde ontevredenheid kwam daar tot uiting. Heb je gezien wat je wou zien? Ik heb niet gezegd dat ik ze niet meer ging in bescherming nemen. Ik heb gezegd dat ik ze niet meer ging laten staan als ze niet goed waren. Dus dat mijn geduld op dat vlak wel een beetje op is. Je kan spelers die minder goed bezig zijn op het veld houden. Met in je achterhoofd van oké, we moeten ze wat tijd geven. En er komt misschien nog wel iets uit. Maar eigenlijk is dat niet correct naar andere jongens toe. Als je vandaag een Sambi ziet invallen. Ja, dat is het bewijs dat er jongens klaarstaan. Hè? Dat er mannen zijn die klaarstaan om die taken over te pakken. Dus vanaf nu hoop ik dat we terug... vooruit kunnen kijken en dat we terug de lat kunnen hoger leggen voor iedereen. En dat we inderdaad die jonge gasten een kans gaan geven als iemand niet voldoet. Want ja, je ziet dat ze er klaar voor zijn vandaag. Zowel Alexi als Borno als dan ook Sambi, drie kerels van 19 jaar. Die hebben uiteindelijk alle drie een voortreffelijke match gespeeld. Oké, dankjewel. Hein van Azenbroek, ik ga even naar Yannick Ferreira. Ja, wat is jouw mening over deze wedstrijd? Eerst en vooral proficiat aan Hein en Heer Anderlecht voor deze overwinning. Daarna ja, ik vond dat we in de eerste helft niet slecht verdedigd hebben op zich. Veel meters gelopen, veel intensiteit, een gezonde agressiviteit, weinig ruimte gelaten. En ook niet veel weggegeven, maar aan de andere kant hebben we niks gecreëerd. We konden echt niet zeggen van ja, we hadden daar of daar kunnen scoren, we hebben niks gecreëerd of niet genoeg. En daardoor kan je niet veel hopen. Na de rust was het niet beter, maar wel meer drang naar voren en meer ballen in de box gedropt. Dus het was een beetje beter, we voelden ons beter in de match.
En ja, na de rode kaart hadden we, denk ik, de rode kaart van Anderlecht, hadden we slimmer moeten zijn en dat beter kunnen of moeten uitspelen. Dat hebben we niet gedaan, dus in die periode heb ik niet gevoeld dat we met 11 tegen 10 waren. En ja, dan hebben ze nog de 2-0 gescoord. En dan was het nog moeilijk om die match terug te komen. Dus 2-0 dat we jammer genoeg zelf weggeven. En ja, en nu die doelpunt op het einde telt eigenlijk niet meer. Dus ja, ik vind dat we veel ons best hebben gedaan, veel gewerkt hebben, maar dat we niet genoeg gebracht hebben op voetbalvlak. En dat is, als je niks niet meer brengt dan dat, kan je nooit aanspraak maken op de overwinning. Ja, 12 gele kaarten ook in deze wedstrijd, 2 rode kaarten. Vond je dat typerend voor deze wedstrijd? Want zo'n baldadige wedstrijd was het toch eigenlijk niet? Ja, maar kijk, het begin, ik denk dat elke speler begint aan de match met de wil van veel van gezonde agressiviteit te tonen en het zeker niet pijn wil doen. Natuurlijk zijn er veel kaarten voor trekken en zo, dus dat is niet zo erg. Het was niet zo'n vuile match, vond ik. Dus het aantal kaarten is misschien overdreven, maar dan moeten jullie misschien gaan zoeken in de statistieken van de scheidsrechters. Geeft die veel kaarten of niet, dat kennen jullie beter als ons. Voor de rest, ja. Ja, want het zorgt er wel voor dat je volgende week tegen Cercle Brugge 3 spelers achteraan en in het middenveld niet hebt. Het was al een tijdje dat ze met 4 gele kaarten liepen, hè. En nu hebben ze de 2 van hen een 5e geel gepakt en Koffri heeft rood gekregen. Dus we gaan inderdaad een beetje moeten puzzelen volgende week, maar het heeft geen zin van... het helpt niet om over de arbitrage te spreken of over de aantal kaarten. Wij hebben niet genoeg gebracht en we moeten gewoon meer en beter trainen om beter te worden. Ik heb natuurlijk een mening over de arbitrage, maar heb je het om daarover te spreken? Nee, dus we kijken gewoon naar onszelf. En ja. Oké, volgende wedstrijden, Cercle Brugge en Mouscoen, zijn misschien belangrijker dan tegen Anderlecht als je denkt over punten.